De vorming van een nieuwe federale regering komt maar niet van de grond. Wat is dat er allemaal? Graag contact met het Russisch inmengingscentralecentrum. In positie, Poetin belt! Hai, rapper, de biel. En doe zo normaal mogelijk. Ja, goeiedag, met Yuri van het Russisch inmengingscontrolecentrum. Waar kan ik u mee helpen? Ja, gewoon uit curiositeit. Ik lees hier van alles over de impasse in de Belgische regering. Zitten we al daarvoor iets tussen, of hè? Het zal wel zijn, meneer. Denkt je dat die zo stom zijn om hun eigen land te saboteren? Ja, je hebt gelijk, Yuri. Zeg maar, is het dan met afloosreparateur, via spionage of wat dat doen, of... In België werken we met die robots. Een tijd geleden starten we bij wijze van experiment ons eerste prototype. Hoe heet dat model nu weer, Demi? Philip Saxon Cyborg 2000, kapitein. Wie heeft zich probleemloos aan het hoofd van België geïnstalleerd? Hier, dat model was al iets antieker. Het nog geen sociaal interactieprotocol. Hallo, meneer De Beer. Nu bleek dat geen enkele Belg daar iets verdacht aan vindt. Oh, wat denk je dan? Oh, wij dachten, als het zo gemakkelijk is, sturen we ons andere modellen ook. De Bourgeois 1000 en de Mod X4, kapitein. Oh, we waren ze met drie om de boel te verkloten. Dus elke stomme op kan zien dat hij robotten zijn, behalve de Belgen. Hoe komt dat? Omdat we de Belgische bevolking stom houden door ook robotten te sturen naar andere gebieden, zoals televisie. Daarom hebben wij dat JVP-armentje het 7 gestuurd. En de Victor Verhuls R4... Zwiegt stil, Jimmy, want jij hebt je naar die danswedstrijd gestuurd. Dan kon er praktisch niet naast kijken dat het een robot was. En wat zijn de plannen nog? We merkten op dat er een bepaald programma op Kianvias die kritisch begon te worden. Ja, een programma met een Hollandse presentator. Zijn die Hollanders ook al wat in mijn dorp, hè? Allee, Svet, wat gaan we doen in die situatie? Ah, we hebben een tweede Hans Jazz-robot gestuurd, die normaal nu ter destabilisatie live zijn broek afsteekt en zijn Jazz Floyd aan heel Vlaanderen laat zien. Allee, ik ben curieus. Hoi, Hollanders is precies kapot. Ja, sorry, grote leder. Ik zou zeggen, blijf zeker zien. Ik weet nooit wat je nog gaat doen. Nou, ça va. Ik kan blijven zijn. Dus voor mannen.